We staan hier in Veendam bij een grote brand. Wat is hier gebeurd? Nou, vanochtend omstreeks 9:30 kregen wij een melding van een loodsbrand waar kippen in zaten. En daar zijn we ter plaatse gegaan en er bleken inderdaad forse rookontwikkelingen uit het pand te komen. Hoe is de brand ontdekt? De eigenaar heeft de brand ontdekt. Hij was werkzaam in de loods en heeft zodoende zelf de brand kunnen ontdekken. Wat is de oorzaak van de brand? Nou, op dit moment zijn we nog in het te vroeg stadium om te kunnen oordelen over de oorzaak. Je had het over kippen. Over hoeveel kippen spreken wij in dit geval? Nou, het betreft twee loodsen. In de ene loods staan er ongeveer 30.000 kippen en in de andere loods staan er ongeveer 10.000 kippen. Deze zijn allen helaas omgekomen bij de rook. Ja, het was een grote brand. Was deze moeilijk te bestrijden voor u? Nou, de brand was vrij lastig omdat we niet goed bij het vuur konden komen. Daardoor hebben we geprobeerd om een gat in het dak te maken om zodoende toch bij de brandhaard te kunnen komen. Ja, en je zit een beetje in het buitengebied van Veendam. De waterwinning, was dat nog een probleem? Nou, het is bij ons bekend dat de loods wat verder van het water af ligt. Zodoende hebben wij direct een dompelpomp meelaten in alle meren die voor voldoende water heeft gezorgd. Ja, want als we zo om ons heen kijken, het is een behoorlijke inzet van de brandweer geweest. Ja, klopt. We hebben vrij snel opgeschaald omdat het om een grote loods betrof en de waterwinning. Dus we konden absoluut wat handen gebruiken.